Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pieter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetter, pieter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. We verwachten een belangrijke gast vandaag en je hebt haar ook ooit ontmoet. Cleo Katkamon, de koningin van het piramidevolk. Oh, echt waar? Maar waarom komt ze? Dat weet ik ook niet precies. Dat heeft niemand me verteld. Ik heb gehoord dat ze hier komt voor iets belangrijks en ik weet ook niet hoe laat ze aankomt. Ja, binnen. Oh, daar is ze. Tot straks, Alfred. U bent koningin Cleo, neem ik aan. Ja, maar zeg alsjeblieft geen koningin tegen me. Dat ben ik alleen voor de mensen van mijn volk. Noem me maar gewoon Cleo, is dat goed? Maar natuurlijk. Professor Ramses geeft nu nog college, maar hij komt zo meteen. Hiernaast kunt u op hem wachten. Is hij weer helemaal in orde? Ja, door de medicijnen die hij van u gekregen heeft, is hij weer helemaal genezen. Ik ben erg blij dat te horen, want als hij niet gezond is, kan hij niet bij ons op bezoek komen. Gaat professor Ramses dan binnenkort naar het land van de piramide? Ja, daarom ben ik hier, om hem dat te vragen. Er wacht een gast op u. Oh, dag majesteit. Professor, help ons alsjeblieft. Huh? Willen ze een dam bouwen in de Nilo-rivier? Ja, en als die dam klaar is, zullen die piramiden helemaal onder water verdwijnen. Jeetje mina! Ze liggen dan op de bodem van het meer. Maar die piramiden zijn de heilige plekken van het volk van Cleo. Ja, maar het belangrijkste is dat de piramides zelf ook een hele grote historische waarde hebben. En er zijn nog veel meer dingen in dat gebied die helemaal nog niet opgegraven zijn. En wat is professor Ramses nu van plan? Hij is toch een autoriteit op het gebied van piramiden? Wat gaat hij daaraan doen? Daarom is Cleo Katkamon ook helemaal hier naartoe gekomen, om hem dat te vragen. Misschien wil ze ook wel dat hij de koning ompraat om geen dam in die rivier te bouwen. Maar ze hebben natuurlijk veel meer elektriciteit nodig in dat land. Ja, dat is zo, Henk. De professor zegt dat ze daarom dit plan niet zo makkelijk op zullen geven. Wat kunnen we er dan aan doen? Ramses zei dat hij ging praten met professor Paljas. Ja, tuurlijk. Professor Paljas kan in plaats van die dam een andere energiebron uitvinden, hè? Zeker, hij is een genie. Maar Cleo Katkamon heeft nog een andere reden om naar ons land te komen. Wat dan? De dieren die het plan van die dam bedacht hebben en willen gaan uitvoeren, komen ook uit Grootwaterland. Oh ja? Professor Hannibal en Kaal Rokkodil. Oh, die twee weer. Ze is ook hier omdat ze wat meer over hen wilde weten. Het zijn smerige profiteurs. Ze doen echt alles voor geld.
Is professor Ramses dan van plan naar het land van de piramide te gaan? Ja, natuurlijk. Hij wil de koning persoonlijk vertellen hoe belangrijk het is om die piramide te redden. Oh, ik kan de piramide zien. Ik ben ervan overtuigd dat de koning naar jou zal luisteren, Ramses. Maar ik denk niet dat dit project zomaar gestopt wordt, ook al luistert de koning naar me. Maar het plan van professor Paljas is toch veel en veel beter dan het bouwen van een dam. Het is alleen de vraag of de koning het daarmee eens is. Onze koning is een goede koning. Hallo, Cleo. Dat is lang geleden. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed, majesteit. Met u ook, hoop ik. Ja, prima. Maar noem me alsjeblieft geen majesteit. Dat is alleen voor officiële gelegenheden. Zeg maar gewoon Alexander. Dat is goed, Alexander. Ik zou je erg graag willen voorstellen aan professor Ramses hier. Professor Ramses is een verre verwant van mij. En hij is beroemd vanwege zijn onderzoekingen van de... Piramide, daar weet ik alles van, Cleo. Welkom, professor. Dank u. Het is een grote eer u te mogen ontmoeten, majesteit. Dat is het voor mij ook. Laten we dus dit formele gedoe vergeten en gewoon meteen beginnen met onze bespreking. Heel graag. Zullen we hier gaan zitten? Het gaat over de dam die we in dit land willen bouwen, heb ik begrepen. Inderdaad. Ik heb gehoord dat er daardoor veel piramiden onder water verdwijnen. Helaas. Ja, dat is zo. Maar we hebben nu hier heel dringend meer elektriciteit nodig. Dat begrijp ik wel. Maar die piramiden zijn toch ook een zeer belangrijke en waardevolle culturele erfenis. Er staan in dit land nog zo'n 80 piramiden, dus ik denk dat we er wel een paar kunnen missen. Oh. Majesteit, u maakt een afschuwelijke vergissing. Professor. Huh? Huh? Sorry voor die uitbarsting, majesteit. Dat is geen probleem, maar wat bedoelt u eigenlijk met een afschuwelijke vergissing? Nogmaals mijn excuses voor mijn gedrag. Maar ik wil u graag uitleggen waarom ik vind dat de piramiden zo'n belangrijke culturele erfenis zijn. Heel graag, ga uw gang. Dank u wel, majesteit. En zoals u natuurlijk weet, werden de eerste piramiden zo'n 45 eeuwen geleden gebouwd. Ik geloof niet dat hij van mening zal veranderen door de dwaze dagdromen van zo'n archeoloog. Ach, wel nee. Tja, professor Ramses heeft me uitgebreid uitgelegd waarom de piramiden zo belangrijk zijn. En ik heb het gevoel, heren, dat ik nu een veel betere inzicht heb in de culturele erfenis van mijn land. Ja. Ik zou u willen voorstellen ook eens naar hem te luisteren als u zaken wilt doen in dit land. Dan begrijpt u onze geschiedenis beter. Wij hebben dat natuurlijk ook bestudeerd voordat we hier naartoe kwamen. En ik ben ervan overtuigd dat we nog veel kunnen leren van zo'n bekende geleerde als professor Ramses. Maar op het gebied van het bouwen van een dam is professor Hannibal hier absoluut een deskundige. Was maar een grapje, meneer Okodil. Maar de professor heeft me nog een ander, belangrijker verhaal verteld. Wat betekent dat Sorry, de piramide... Sorry, dat is een reden van, majesteit. Maar wij zouden graag zo snel mogelijk aan het werk gaan. Als het kan, vandaag zelfs nog. Ik weet zeker dat het een schitterende energiecentrale zal worden. De piramide verdwijnen. Maar u heeft al ja gezegd, majesteit. U zei dat er geen enkel alternatief was voor een grotere energievoorziening. Dat is er wel. Wat? Wat bedoelt u? Er is wel een alternatief. Oh? U hebt het natuurlijk over een kerncentrale. Wel, nee. Hoe komt u daar nou bij? En dat is uitgesloten. Wij zijn niet van plan om mee te werken aan de bouw van een kerncentrale. Nee, hij heeft het over iets heel anders, meneer Okodil. Over iets fantastisch waar nog niemand aan gedacht heeft. Iets fantastisch? Wat denkt u dat het is? Nou, zonne-energie. Zonne-energie? U weet wat dat is? Natuurlijk weet ik dat. Zonne-energie is op dit moment een van de dingen waar in de hele wereld geleerden in geïnteresseerd zijn en aan werken. Maar ik geloof niet dat de praktische bruikbaarheid al erg groot is. Maar als dat nu wel zo zou zijn? Heeft u dan een apparaat dat werkt?
Majesteit. Neem maar wel de tekeningen daarvan. Sorry, majesteit. Er zijn wel al jaren een paar kleine apparaten in gebruik. Maar voorlopig kosten die meer dan ze opbrengen. Ah, maar dit apparaat heeft dat probleem niet, meneer Rokodil. Wonderlijk. Heeft u die tekeningen ook zelf gezien, majesteit? Nee, dat niet. Ik heb er alleen over gehoord. Maar ze zijn van een genie, professor Paljas. En hij... Paljas? Paljas? Mag ik u vragen, heeft u die tekening ook bij u, professor? Nee, professor Paljas is nog bezig met een laatste controle. Dus we moeten op uw woorden afgaan. Het zijn geen leugens. Professor Paljas zal morgenmiddag om 3:00 hier aankomen om alles aan zijn majesteit en zijn ministers persoonlijk uit te leggen. Majesteit, als u van mening bent dat die zonne-energie praktisch haalbaar is, wat gebeurt er dan met ons project? Het spijt me zeer, maar ja, dat kan dan niet meer doorgaan. Huh? Huh? Kan niet waar zijn. Huh? Ja, ik ben het, Rokodil. Ik wil graag dat je nog 1 keer wat voor me doet. Ik betaal je 2 keer zoveel als de vorige keer. Ik wil dat je in het laboratorium van professor Paljas de tekeningen steelt van het project waar je op het moment aan werkt. Verbrand je ze maar. Ho. Wacht even een ogenblikje. Wat is er? Liever niet verbranden, Rokodil. Dan zijn we ze kwijt. We kunnen die tekeningen beter bewaren. Ja, je hebt gelijk. Ons bedrijf kan die tekeningen in de toekomst misschien nog wel 1 keer gebruiken. Inderdaad, ja. Ja, sorry, verbrand die tekeningen toch maar niet. Geef ze maar zo snel mogelijk aan iemand van onze administratie. Dat zou ik zeer op prijs stellen, Dolf. Heel erg bedankt voor alles, professor. Nou, ik ben u dankbaar dat u naar mij hebt willen luisteren. Ik hoop dat we elkaar snel nog eens zullen zien, Cleo. Ja, dat hoop ik ook. Je zou wat vaker op bezoek moeten komen, Cleo. Ik wil je erg graag beter leren kennen. Mag ik me dan nu excuseren, majesteit? En ik moet nu ook echt gaan, Alexander. Zullen we binnenkort eens een keer samen gaan dineren? Ja, erg graag. Hij ziet er helemaal niet uit als een koning, totaal niet. En hij vindt jou erg aardig, Cleo. Professor. Ha, het is goed om dat te weten, hè? Mijn hoofd staat daar nu niet naar. Ik maak me zorgen over de tekeningen. Zijn ze echt allemaal al klaar vandaag? Ik weet het niet. Als we terug zijn in het hotel zal ik meteen bellen. Oh, naar professor Paljas. Nee, niet naar de professor. Die wil ik nu liever niet storen. Ik zal Winnie bellen en haar vragen even naar hem toe te gaan. Daar spreekt hij mee, ja. Ja. Ik ben net nog naar zijn laboratorium geweest, professor Ramses. Jawel, hij werkt aan de laatste tekening en hij zei dat hij daar waarschijnlijk wel de hele nacht mee bezig zou zijn. Hij zei ook dat er alles bij elkaar 12 tekeningen zouden zijn en de eerste 11 heb ik al gekopieerd. Ik wil nog wel een keer gaan. Wat? Gevaarlijk? Nee, dat valt wel mee. Ik vraag Alfred wel om met me mee te gaan, professor. Dat kan best hoor. Zoveel heeft hij niet te doen. Ja, vind voor de vriendschap. Dus hij moet vannacht nog werken en vertrekt dan morgen naar het land van de piramide. Misschien is het beter als ik vannacht bij hem blijf. Ja, es geht alles gezeichnet. Allebei uw handen omhoog, professor. Ja, dat is onmogelijk. Ik heb maar 1 paar handen en die heb ik nu allebei nodig. Ik heb vreselijke haast. Snap je toch niet wat dit betekent? Ja, niet schieten, niet schieten, niet schieten, bitte. Stil jij, of je bent er geweest. Schoon goed, ja, inderdaad. Dit zijn de tekeningen van het zonne-energiesysteem, hè? Dat is vreemd, hoe weet jij dat? Die moet ik hebben, geef maar aan mij. Nee, dat is onmogelijk. Jij leeft geen minuut meer als je ze me niet geeft. Pak ze dan maar, ja.
Is dit alles? Nee, dit kan niet, dat kan niet. Zo begrijp jij die tekeningen, dan ben jij een hele knappe geleerde. Schiet op en geef me de andere. Waar zijn ze? Zeg het of je gaat eraan. Geef me de andere tekeningen. Er is echt niemand hier. Het is hier erg eenzaam 's nachts. Ik ben wel erg blij dat je bij me bent, Alfred. Oh, wat is er, Alfred? Sst! Kom nou, wat is er? Je maakt me hartstikke bang, Alfred. Stil nou! Is hier iemand? Vinnie, naar de kamer van de professor, snel! Ja, ik ga al. Wie ben jij? Waarom ren jij zo snel weg? Handen omhoog, want ik schiet! Alfred! De professor! Bent u gewond? Heeft die tekeningen? Gelukkig heb ik er kopieën van gemaakt. Maar wij hebben de laatste nog niet gekopieerd, Winnie. Oh, nee! Ik haal hem wel terug. Voorzichtig, Alfred! Ik val bovenop je als je ook maar even beweegt, Alfred. Jij bent dol fel, hè? Dat dacht ik al. Geef die tekeningen terug! Ik geef ze terug als je maar stil bent. Hou nou toch eens op met dat heidense kabaal! Wat voeren jullie tweeën hieruit? Goedenavond. Ja, we zullen stil zijn. Maar wilt u alstublieft het raam weer heel voorzichtig dicht doen? Je bent niet goed bij je kraaienkop! Je hebt de tekeningen dus niet te pakken kunnen krijgen. Nee, Winnie, het is mislukt. Toen ik wakker werd, was Dolf al lang verdwenen. Oh, ik maak die tekening voor morgen wel weer in orde. Maar lukt u dat, professor? Het zal wel moeten. Ik wil morgen aan het eind van de ochtend in het land van de piramiden zijn. Sorry, professor. Het was helemaal jouw schuld niet, Alfred. Jij hebt geweldig je best gedaan. Nu is het mijn beurt geweldig mijn best te doen, inderdaad, ja. Je stinkt heel erg, Alfred. Daar is niks aan te doen. Ik heb meer dan een uur buiten Westen gelegen op een vuilnisbelt, Winnie. Wil je nog een keertje douchen? Nee, ik wil nu even niks. Ik ga meteen slapen. Ik ben doodmoe. Dat is goed, Alfred. Ik zal wel koffie maken. Huh? Gezien de verhalen die ik gehoord heb, lijkt me toch het bouwen van een dam de snelste oplossing van onze energiecrisis. Maar niet de beste, aangezien de piramides dan verdwijnen. Professor Ramses? Huh? Het is al 3 uur geweest en ik wil graag weten of professor Paljas echt nog komt met de tekeningen van het zonne-energiesysteem. Absoluut, ik weet het zeker, majesteit. Sorry dat ik in de reden val, maar professor Paljas komt niet.
Hoe weet u dat zo zeker, meneer Rokodil? Wij hebben dit natuurlijk onderzocht en ontdekt dat professor Ramses allemaal leugens vertelt. Professor Paljas is helemaal niet aan het werk aan een zonne-energiesysteem. Dat waren allemaal maar leugens. Ah, daar is hij. Oh! Professor Paljas en meneer Kwak zijn gearriveerd. Het spijt mij inderdaad enorm dat wij zo spät gekomen zijn, maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Alle tekeningen van het zonne-energiesysteem zijn vannacht gestolen. Nee. Oh, hier, weer die leugens. Huh? Maar gelukkig hadden wij de meeste tekeningen gekopieerd geworden en was de schade beperkt daardoor. Dank ik wel. Moest alleen de laatste tekening opnieuw maken en daardoor zijn wij nu zo laat. Maar als u het goed vindt, wil ik nu onmiddellijk met mijn uitleg, mijn heren, beginnen. In het eerste stadium zullen de bouwkosten, hoewel dat slechts een ruwe schatting is, slechts de helft zijn van de bouwkosten van een hydraulische centrale met dezelfde energieopbrengst. Kijkt u alstublieft naar de titelpagina van het boekje. Daar ziet u het basisschema van mijn zonne-energiesysteem. Oh, wacht eens eventjes, Alfred. Ja? Merkwürdig, die twee heren daar hebben helemaal geen boekje nodig. Huh? Ik heb het gisteravond al aan hun loopjongen Dolf gegeven. Huh? Ja. Ik weet zeker dat die twee daar achter de tafel het al gezien hebben. En wat vond u ervan, meneer Rokodil? Ik schaam me diep, Cleo. Die piramiden zijn zo mooi en ik wilde ze vernietigen. Dat is waar, ja. Gelukkig maar dat ik het toch niet gedaan heb. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaak heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik nog toen nooit. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.